Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 1 november vanmiddag. Er is veel bewolking in het land. In het zuiden, daar breekt de zon ook af en toe door. En in het noorden valt af en toe wat regen. En ook vanavond kan er in het begin nog even wat regen vallen, maar geleidelijk aan wordt het overal droog. Dan blijft de bewolking overheersen en is het zo'n 10 tot 12 graden. Vannacht daalt het kwik naar zo'n 6 tot 10 graden. Met name in opklaringen kan het dan eventjes goed afkoelen. De wind waait uit het zuidwesten en is matig, maar draait geleidelijk aan naar het westen en later ook naar het noordwesten. Morgen ook vrij veel bewolking, ook af en toe zon en het trekken een paar buitjes over het land van noord naar zuid. Het wordt morgen zo'n 12 tot 13 graden. Dezelfde temperatuur op vrijdag en dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Maar het weekend ziet er juist weer wisselvallig uit. In de loop van zaterdag gaat het regenen. En ook zondag is het nat en kil met maxima rond de 11 graden. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Nog een fijne dag.